Ik had niet verwacht dat ik voor 50 euro zoveel leuke dingen kon vinden onder de 2 euro. Hallo allemaal, welkom terug op het kanaal van Action. Mijn naam is Denise Kroes. Jullie kennen me misschien wel van mijn YouTube kanaal Denise Kroes. Of van mijn Instagram, Denise Kroes, met 2 S'en. Vandaag heb ik een super leuke nieuwe video voor jullie. Namelijk een shoplog / challenge. Ik heb namelijk een challenge gekregen waarbij ik allemaal items voor onder de 2 euro moet uitkiezen. Ik ga jullie meenemen naar de Action, dus let's go! Oké, jongens, ik ben hier in de Action. Ik ben helemaal excited. Ik vind het een beetje spannend. Ik ga dus allemaal dingetjes kiezen onder de 2 euro. Ik ga dus eventjes checken of ik dingetjes kan vinden voor mijn huis. Oh, dit vind ik heel leuk. Maar dit is 10 euro. Helaas. Oké, ik zie hier al iets superleuks. Een bodyspray met glitter. Ik neem sowieso eentje van die. Ik weet nog niet welke kleur, maar dat gaan jullie zo zien. Oké, dit ding vind ik ook superleuk, maar die is duurder dan 2 euro. Het is een charging cable. Helaas. Roze kaarsen voor self-love, maar daar ga ik straks meer over vertellen. Jongens, weet je hoe leuk? Deze heb ik dus al thuis. En nu zie ik deze, dus dit is helemaal top. Dit past gewoon helemaal in mijn wc. Kijk hoe schattig. En je hebt ook nog een soort beertje. En in het blauw. Ik neem sowieso een van deze mee, want deze is 2 euro. Dit is handig. 1,99 euro voor al je make-up op te bergen. Helemaal top. Nou, ik zie de laatste tijd heel veel mensen hun gezicht schoonmaken met zo'n cleaner. Deze is maar 1,49 euro. Je hebt hier ook zo'n set van 4,95 euro. Maar ja, dat is de duur van vandaag. Dus ik neem deze mee. Ik had niet verwacht dat ik voor 50 euro zoveel leuke dingen kon vinden onder de 2 euro. Echt, ik heb zoveel leuke dingen. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Dus we gaan terug naar de studio. Let's go. Zoveel leuke spullen. Niet normaal. Ik had nooit verwacht dat ik voor 50 euro zoveel leuke spullen had kunnen uitkiezen. We beginnen gewoon met wat ik het allereerste had uitgekozen. Dat is... tada! Fairy Dust. En het is een glitter body mist. Dus het spuitje op je huid. Even kijken, deze was natuurlijk onder de 2 euro. Maar even kijken hoe duur die echt was. 1,69 euro. En ja, we gaan het natuurlijk wel even testen, want ik ben heel erg benieuwd. Ik weet nog niet of je het moet uitsmeren of niet. Oh, het ruikt heel lekker. Oh, en je krijgt een soort van glinstering. Dus het is perfect voor gewoon in de zomer. Kun je het mooi over je benen smeren. Helemaal top. Ik ben er super blij mee. Dit is dus mijn eerste aanwinst. Oké, we gaan naar nummer 2. Oké, dan heb ik hier een super, super leuk boekje. Ik ga hem even uitpakken. Het is voor foto's. Ik denk dat ik hem ga gebruiken voor mijn Polaroid foto's. Want volgens mij heb je allemaal van die hele leuke vakjes. Kijk, hier kun je dus foto's achter doen. Of je Polaroid foto's, want die van mij liggen echt door mijn hele huis. Dus dit is super leuk. Helemaal blij mee. Hij is 1,99 euro, dus precies onder de 2 euro. Nou, ik ben er blij mee. Oké, dan hebben we hier een facial brush. Maar ik ga gelijk nog even een ander item erbij pakken. Want die vind ik er persoonlijk bij horen. Ik zie heel vaak mensen met zo'n facial brush. En die is dan echt 200 euro of zo. Dat ik echt denk... En deze is dus gewoon... Nou, je gelooft het echt gewoon niet. 1,49 euro. Nou, sorry. Waarom zou je er eentje van 200 euro kopen als je er ook een van 1,49 euro kan kopen? I don't get it. Ik zie ook op de achterkant... Ik pak hem eventjes uit. Op de achterkant zit ook iets van een soort siliconen borsteltje. Oh, het is echt lekker zacht. En hier heb je dus een ander borsteltje. En dit is dus een soort cleansing. Een deep cleansing scrub. En dit kun je er zo op doen. En dan een beetje water erop en dan lekker je huid schoonmaken. Nou, helemaal top. Deze kost dus, even kijken. Nou, ook 1,49 euro. Dit heb je voor... 3 euro, een heel setje. Ik ben er helemaal blij mee. Dan heb ik iets wat breekbaar is. Ik heb het even ingepakt. Dit zijn 2 Boeddha-wieltjes. Echt prachtig, waar je dus een kaarsje in kan doen. En ik heb er dus 2, want ik heb dus een vriendje. En ik vind dus dat mijn vriendje op deze lijkt en ik op deze lijk. Dus, want ik heb ook een beetje van die... Ja, Asian ogen vind ik zelf een beetje. En dit toppetje ook. Dus helemaal leuk. Hier ga ik dus 2 kaarsjes in doen. 2 lampjes.
En dan zet ik die mooi ergens in mijn huis. €1,39. Hoe leuk is dit als je dit gewoon als een cadeautje geeft? Voor iemands verjaardag of misschien voor Pasen binnenkort. I don't know. Helemaal leuk. Ik had dus met Oud en Nieuw mensen uitgenodigd. Maar ik had niet genoeg glazen. Dus ik dacht, toen ik dit zag, dacht ik echt, oh my god, I really need this. En je gaat echt schrikken van de prijs. Gewoon 3 glazen voor €1,88. Nou, je kan hier dus natuurlijk ook veel meer van kopen. Als je dus 3 setjes koopt, heb je dus gewoon 9 mooie glazen in je kast staan voor feestjes of Oud en Nieuw of zo. Ik ben Oud en Nieuw ready. Nu al. 2020. Let's go. Oké, dan heb ik hier een make-up organizer voor iedereen die een slordervos is, net als ik. En als zijn make-upjes overal en nergens heeft liggen, is dit een top iets. Dit is dus gewoon een organizer waar je gewoon al je kwastjes, je make-upjes, je lipstiftjes in kan zetten. Dus als je gewoon een vriendin hebt die echt super slordig is, is dit een top cadeautje. En wat ik dan gelijk even kan laten zien. Ik heb dus 2 kwastjes gehaald. Deze is trouwens €1,99. Dus die was net nog onder de €2, dus daar was ik heel blij mee. Dit is dus een powder contour brush. Dus dit is voor je contouren, maar je kan deze ook gewoon gebruiken voor blush of voor highlighter. Whatever je eigenlijk maar wilt. Volgens mij zijn brushes, staat er altijd een naam op, maar ja, je kan het gewoon gebruiken wat goed voelt voor jou, weet je. Dus ja, dit voelt ook gewoon goed voor blush en zo. Die zet je er dus gewoon zo in. En dan heb ik hier, volgens mij is het een highlighter brush voor je highlighter. Zo, mijn organizer is al helemaal klaar bijna. Ik ga even kijken hoe duur dit was. €1,79. Oké, dan heb ik iets heel moois. 2 roze kaarsen. Nou, zoals je ziet hou ik erg van roze. Mijn shirtje, de achtergrond items en alle dingetjes die ik heb gekocht zijn bijna roze. Maar dit zijn dus 2 roze kaarsen. En ik weet niet of jullie een beetje spiritueel zijn aangelegd. Maar roze kaarsen staan voor self-love. Deze kaarsen waren bij elkaar €3,30. €1,65 per stuk. Dus dit ga ik vanavond gelijk aansteken. Oké, nu een heel random item. Paper! Ik hou echt van koken. Dus paper is altijd goed in je kastje. En deze was ook heel goedkoop. Dus ik dacht, die neem ik mee. Want ik heb geen paper meer. En ja, dit is gewoon super handig draaimolentje. En hij was €0,95. Dus lieve schat vanavond, ik ga voor je koken met mijn nieuwe paper. Volgende item is een super cute boekje. Echt schattig. En zoals jullie zagen had je deze ook in een soort beertjesvorm. In het roze en in het blauw. Maar ik vond dit gewoon heel mooi. En ook omdat ik heel veel roze al heb, dacht ik nou laat ik even niet roze nemen vandaag. En als ik hem open, is het een notitieboekje. En ja, je kan er natuurlijk gewoon van alles mee doen. Ik maak muziek, dus ik ga lekker erin schrijven. Songwriten, maar je kan ook gewoon je goals erin schrijven. Of ja, als je dingen te doen hebt. Of gewoon voor de leuk in je tas doen, dat kan ook. Want het ziet er gewoon super leuk uit. Dit was €1,99. Als volgt heb ik 4 hele leuke placemats gehaald. Super leuk voor op je tafel. Je kan er ook gewoon eentje misschien in je woonkamer. Dat is ook wel heel erg leuk. Gewoon in je woonkamer op een tafeltje met kaarsjes erop. Of je theepot erop. Maar ik ga ze denk ik gebruiken gewoon op mijn eettafel. Het ziet er heel mooi uit. Hoef je geen tafelkleed neer te leggen. Dan kun je gewoon lekker snel 4 placemats doen. En ja, ik vind het heel aards. Heel mooi. Deze waren €1,19 per stuk. Dus voor €4,76 heb je gewoon een heel setje voor op je eettafel. Als je natuurlijk met 4 personen eet. Als je met 6 personen eet, moet je er nog even 2 bij halen. Of als je met z'n tweeën bent, haal je er maar 2. Maar ik vind ze echt prachtig. Heel mooi. Oké, als volgende artikel heb ik een spiegel. Deze kun je... Oeh, hallo daar! Altijd heel confronterend om jezelf te zien. Dit is een hele mooie spiegel, want je kan hem ook ophangen. Dus ik denk dat ik hem in ja, mijn woonkamer of misschien mijn badkamer. Ik moet even kijken waar ik hem ga ophangen. Maar hij is very pretty. Dit is de gouden, maar je had ook eentje met een zwarte rand. Ik weet nog dat deze heel goedkoop was. Ja, het is €1,95 voor een hele spiegel. Nou, daar doen we het voor, toch jongens? Oké, we hebben hier
een Betty's Jade roller. En dit is voor je gezicht. Oh, hij is vet mooi. Wow. Ik dacht dat hij mooi was, maar in het echt is hij dus nog veel mooier. Heel nice. Nou, dit ga ik dus vanaf nu elke dag gebruiken. Voor een beautiful skin. Oh ja, en de Jade roller was €1,99. We zijn bij het volgende item. Dit is dus met aloe vera. Ik hou van aloe vera, want aloe vera maakt je huid super zacht. En is goed voor het herstelvermogen van de huid. 1000 milliliter. Nou, hier kun je dus heel lang mee doen. En hij was super goedkoop, dus ik dacht van wow, zo groot voor zo weinig geld. €1,79. En er zit ook melk in. Melk is ook super zacht voor je huid. Daarom heet het ook volgens mij melkmeisje. Ja, melkmeisje. Dus zacht en zuiver. Oh ja, dit kun je ook in bad gebruiken. Dus en in bad en onder de douche. Ik heb helaas geen bad. Dus ik ga het onder de douche gebruiken. En het ruikt heerlijk. Oké, als we het dan toch over een zachte mooie skin hebben. Ik heb deze gehaald. Vitamine E Skin Oil. Vitamine E is super goed voor je huid. Voor het herstellend vermogen. Als je littekentjes hebt bijvoorbeeld. Maar het is altijd super duur. Dus toen ik deze zag staan dacht ik echt. Wow, zo goedkoop voor vitamine E olie. €1,79. Voor 150 milliliter. Nou jongens. Echt als je een droge skin hebt. Of een skin met een beetje ja, vlekjes. Of littekentjes of zo. Ik heb hier een litteken toevallig. Ja, dit is echt heel chill. Het ruikt lekker. Oh, je kan het op je hele gezicht doen. Ik heb nu make-up op, maar helemaal top. Dan hebben we hier een roze natuurlijk yogabal voor €1,99. Ik hou echt van yoga, maar ik heb nog nooit gewerkt met een yogabal. Dus ik vond deze wel heel interessant. Ik zie hier wel op plaatjes wat je ermee kan doen. Hij is niet heel zwaar, 1 kilo. Maar het is op zich wel zwaar voor bepaalde oefeningen. Maar ja, ik denk dat het wel heel nice is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem dus nog nooit geprobeerd. Dus ik kan jullie niet vertellen hoe het is. Maar ik vind hem in ieder geval mooi, want hij is roze. En hij voelt ook heel lekker aan. Ja, ik ga hier wel mee aan de slag thuis. Oké, ik had jullie natuurlijk al eerder verteld dat ik een slordevos ben. Maar ik ben niet vies hoor. Alles is heel schoon bij mij thuis. Maar ik ben wel een slordevos. Dus ik heb hier een bamboemandje voor in mijn badkamer. Zodat ik al mijn producten er zo lekker in kan doen. €1,99. En je kan hier dus van alles in doen wat je maar wilt. Bijvoorbeeld watjes. Nou, watjes heb je altijd nodig. Dus die heb ik ook gehaald voor 49 cent. Nou, die kan je er dus gewoon zo mooi inzetten. En bijvoorbeeld micellair water. Cleansing water. Heel belangrijk als je naar bed gaat dat je je huid schoon maakt. Als je met make-up gaat slapen, it's not good. Ja, meiden. Dus haal altijd je make-up eraf voordat je gaat slapen. Speciaal voor een droge en sensitive skin. En die kost €1,98. Hij is 400 milliliter, dus best wel veel. Je kan er lang mee doen. Dus die gaat gelijk in mijn bakje. Nou, dit ziet er dus al veel cleaner uit dan wanneer het overal ligt in je badkamer. Oké, jongens. Echt. Ik heb zoveel dingen gehaald. Hoeveel je kan halen voor €50. Had ik nooit verwacht. Dit vind ik dus heel erg leuk. Want ik ben al eerder bij de Action geweest voor zo'n, hoe noem je dat? Toiletborstelhouder ding. Toiletborstel. En die is dus in de stijl van dit. Dus die heb ik thuis staan. En toen zag ik deze. Dacht ik, wow, deze kan ik dus gewoon in mijn wc zetten. En dan heb ik gewoon een heel setje. Dus ik ben helemaal blij. Dat past helemaal bij mijn wc-borstel. Deze kost €1,99. Dat is toch geen geld. Het is gewoon bamboe, hè jongens. Bamboe. Een mascara van Miss Sporty. Je had er 3. Volgens mij een zwarte, een gele en nog eentje. Maar ik hou dus heel erg van dat siliconen borsteltje. Dat het hard is. Zodat echt je haartjes gewoon heel erg mooi uit elkaar worden geborsteld. Dus ik hou echt van deze. Maar als je van een zacht borsteltje houdt, echt zo'n borsteltje, dan is er ook een andere. Deze kost €1,69. Dat is toch geen geld, jongens. €1,69. Als laatste heb ik nog een lekker maskertje. Heerlijk om te ontspannen. Vanavond op de bank. Ik ga lekker Netflixen. Dus als jullie voor mij nog een Netflix-serie hebben, laat me weten. Because I really need a new one. Laat me weten in de comments alsjeblieft. En dan ga ik vanavond lekker met het maskertje op Netflixen. Dit masker is trouwens tweedelig en hij kost €0,99. Ik
hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je meer van mij wilt zien, kun je me volgen op mijn YouTube kanaal Denise Kroes. Of mijn Instagram Denise Kroes. Vergeet niet om te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken. En volgende week weer een nieuwe video. Doei!